gaat om tong en schol. Beide soorten vind je op de bodem van de Noordzee. Zowel grote tongen, kleine schollen, grote schollen. En we vangen ze met een boomkor. En het komt allemaal in één net. En met dat je op tong vist, heb je kleine mazen nodig, 8 centimeter. En daarmee vang je ook kleine scholletjes. Kleine scholletjes wil je niet hebben, gaan we niet vangen. Maar hoe vang je nou geen kleine schol? Hiervoor hebben wij een ander type net nodig. We willen selectief vissen. Selectief vissen bedoelen we mee dat je de grote tongen wel vangt, de grote schollen ook, maar niet de kleine scholletjes. Die moeten ontsnappen uit het net. Uit verhalen uit de visserij blijkt dat als je afval vangt in je net, bijvoorbeeld een schoen, en je kijkt in die schoen, dan zit er eigenlijk altijd een tong in. Dit was de basis voor ons idee en dit zijn we verder gaan ontwikkelen. We kijken naar het achterste deel van het net. We hebben een net bedacht waarmee we tong op basis van zijn eigen gedrag van de rest van de vissen kunnen scheiden. Ze komen het net binnen, ze kruipen achter een paneel weg en ze komen in een apart deel van het net terecht. Gescheiden van de rest van de vangst. Dit deel heeft kleine mazen, dit deel heeft grote mazen. Zo kunnen de kleine vissen uit het deel met de grote mazen ontsnappen. Met deze proefopstelling kunnen wij het laatste deel van het net nabootsen en kunnen wij het visgedrag filmen terwijl het naar de andere kant van het bassin rijdt. Tong en schol komen samen het net binnen. Tongen zoeken naar een uitweg naar beneden en gaan door het gleufje naar beneden. Kleine scholletjes gaan door naar achter en worden apart opgevangen. We hebben in deze testfaciliteit gebruik gemaakt van een kooi met camera's. Op deze camera's kunnen we het visgedrag bekijken en opslaan en laten terugkijken en analyseren. En hiermee krijg je heel veel inzicht in hoe een vis zich gedraagt op het moment dat hij in een kooi voortgetrokken wordt. Dit bootst min of meer de situatie in een normaal commercieel net na. Het is geen goed. Je zag die tongen echt zo wegduiken achter die panelen. Ze gingen er gewoon doorheen. Het leek erop. Laat me zien. Daar gaan ze. Zie je deze? Daar. Kijk het door. Hieronder. Daar klopt er doorheen. Deze proef ging goed. Je zag daadwerkelijk de tongen vooruit zwemmen met het net mee. En daarna achter de drempel en zo door het gaatje naar beneden. Dat is de bedoeling. Deze proefopstelling laat zien dat je schol en tong kan scheiden op basis van gedrag. Het grotere belang is dat we hier selectiever mee kunnen vissen. Alleen de vissen vangen die je wil vangen. Deze fase is nu afgerond. De volgende stap is dat we dit principe gaan toepassen in een commercieel vissersnet. En dan gaan we het ook daadwerkelijk op zee testen. We zijn echt heel benieuwd naar de resultaten.